Het is insteken, lusleggen, doorhalen, af laten glijden, een momentje van rust vinden en je bent een paar uur verder, heb je een lapje gebreid. Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat als ik dingen op mijn kamertje ga zitten verzinnen, dat dat goede dingen zijn, maar dat ze niet altijd zeg maar, buiten mijn kamertje opgepakt worden. En wat is er nou mooier dan zelf een idee verzinnen en gefaciliteerd worden in het uitwerken van het idee? Ik heb skaters gehad die zeiden, ja, wij zouden het heel gaaf vinden om over het peloton heen te springen. Nou, ik ben verbonden aan de Blind Walls Gallery in Breda. We zijn een museum in de stad, in de openbare ruimte. En wij vertellen middels muurschilderingen. Vertellen wij Breda's verhalen. Nou, hoe mooi zou het zijn dat we tijdens de Vuelta daar een hele grote neerzetten die het liefst zichtbaar is in heel de wereld. Breda met Spanjaarden, denk aan Turfschip, denk aan de belegering van de stad Breda en vele andere voorbeelden. Nou, ja, daar zou een verhaal over kunnen gaan. Het plan is om zoveel mogelijk Bredanaars, Brabanders, Nederlanders, wereldburgers uit te dagen een rood lapje te breien. Al die lapjes samen worden samengesteld tot een groot rood t-shirt, 4 stuks. Eentje komt groot op het sportveld van de KMA en de 3 wat kleinere shirts komen op de muren van het Spanjaardschat van de KMA. Waarom een grote rode trui? Vuelta is een sportevenement waar de winnaar de rode trui krijgt. Voor mij is de kleur rood, kleur van de strijd, kleur van de liefde, in het rood gaan. Ja, er zit heel veel rood in Breda. Dus hoe groot gaat de trui worden? Dat hangt er vanaf hoeveel mensen er mee gaan doen. Als ik een half voetbalveld vol wil krijgen, dan hebben we het echt wel over 10.000 tot 20.000 breiers. Ja, als dat soort ideeën uit de stad gaan komen, dan wordt het echt leuk.